Dankjewel. Mevrouw Zuidweg, deze ochtend in De Telegraaf ook een verhaal dat een biotechbedrijf uit Leiden nu aan de kop gaat in de race om een vaccin. Nou, we willen natuurlijk allemaal, wereldwijd trouwens, heel graag dat vaccin hebben. Weet u hoe dat werkt? Want het is dus een bedrijf. Moeten zij gewoon hun eigen geld daarin stoppen? Of komt daar zitten vaak grote investeerders achter. Hè. Het kan ook zijn, ik heb me er niet in verdiept nog, maar als dat geleerd is aan de universiteit, vanuit de universiteit zijn heel veel prachtige start-ups, met name in de medische wereld. Dus ja, er zijn al heel veel bedrijven, mooie bedrijven uit voortgekomen. En ja, we noemen het een race. Het is natuurlijk Beetje raar, maar het zou natuurlijk heel fijn zijn dat er überhaupt iets gevonden wordt. En waar dat ter wereld dan ook is. Nee, dat maakt natuurlijk niet uit. Nee, het is alleen wel fijn om te weten dat er veel bedrijven... Maar er wordt flink geld geïnvesteerd in dat soort dingen, omdat dat uiteindelijk ook heel veel oplevert. En dat kun je hier natuurlijk helemaal voorstellen. Als je het winnende vaccin hebt uitgebracht, dan gaan die investeerders ook weer cashen. Nu al zin in die dag, hè? Dat hopen voor iedereen natuurlijk. Ja, precies. Ja.